Arjan, hoe is het bij jou? Ja, hier gaat het goed. Heb je Hoe alweer gaan een jullie, beetje zin? jongens? Ja, Heb prima. ik er zin in? Of is de zin al aanwezig vanaf oktober? Ik denk dat die daar ergens wel een beetje begonnen is. De zin al. Ja, bij mij En in augustus. de eerste aflevering heeft mij. Ja, nou, dat bedoel Ja. ik. Volgens mij begon het in maart al. Vorig jaar te kribbelen. Toen het was afgelopen. Nee, blij dat ik weer boven grond ben. Blij dat ik weer mee kan denken. Blij dat ik weer gewoon eventjes lekker mijn hersenspinsels kan laten gaan. Blij dat ik de theorietjes weer kan bedenken. Blij dat we weer in de tunnels kunnen. Ja, we zijn weer begonnen. Ja. Maar bovengronds doet alleen een mol. Ben jij de mol? Wat? Jij zegt ik kom bovengronds. Ben jij dan de mol? Wie weet. Maar ik heb mezelf in het Daarom! kandidatenlijstje gezien. Daarom Misschien was zat ik jij. wel daar gesminkt, weet je wel. Dat zou maar kunnen, ja, dat ik daar ergens loop. Maar ik mag niet te veel verklappen dan, hè. En daarom Maar zat jij laten we dus op maar nee Daniel. zeggen. Laten we maar nee zeggen. Laten we maar nee zeggen. Oké. En Giovanni, een beetje de nieuwkomer, zeg maar. Ja, een beetje wel. Ja, gaat goed. Ja. Ja, mooi. Ja. Ja, heel Zeker. mooi. Hoe is het met jullie? Jongens. Oh ja, met mij is het ook goed hoor. Zeker. Welkom in Procast, de Wie is de Mol podcast van Tim Uitroepteken. In deze podcast bespreek ik elke week samen met een paar gasten de aflevering. En vandaag is dat in aflevering 1 samen met Arjan van Mollenjagers. Jee, En Giovanni. En ja, ah, Giovanni is gewoon hoi. Giovanni. Hey Giovanni. Ja, ik ben. Ja. Hey, En ik wat hoor de vonden jullie? luisteraars nu denken, Tim. Ik hoor de luisteraars nu denken: waar is Dinant? Waar is Dinant? Oh, waar is Dinant nou? En waar is Kim? Waar is Kim? Dus ja, ik denk dat je die luisteraars toch wel eventjes iets moet vertellen voor deze week. Dinant is helaas heeft helaas ontslag genomen. Oh, dat vinden we nou allemaal Oh. zo sneu. Ja, We dat. gaan hem wel missen. We gaan hem wel missen, ja. En Kim Stiltes, die. hè? Vooral de stiltes. Ja, de stiltes, de ongemakkelijke stiltes vooral. Ja. Scheelt jouw vogelluidje. Oh ja. Nee, maar. En Kim die zullen we volgende week vast wel weer zien. Maar wat vonden jullie eigenlijk van de aflevering? Ik vond het interessant. Ik vond het echt een mooie opening. Echt erg van genoten. Alleen ik was verbaasd met die vrijstellingen dat ze zo vroeg in het spel kwamen. Dat vond ik wel gekker. Maar ja, uiteindelijk was het toch wel voor een doel dat die vrijstellingen er waren. Dus Ja. ja, ik vond het een goede aflevering. Zeker. Er komt al veel meer uit dan bij Dinant. Gelukkig. We zijn blij dat je er bent. Ja, zeker weten. Hey, maar wat vond ik van de aflevering? Ja. Ik vond het een heerlijke opening. Gigantisch groot risico om gelijk te nemen met de mol in de eerste opdracht. Zo tussen de kandidaten laten lopen. Ja, schitterend om dit zo te doen. Zeker als we nou ook in de wetenschap mee te richten laatste seizoen. Ja, dan wilt u wel alles uit de kan halen wat er nog in zit, denk ik. Dus dit was Zeker. wel iets wat op zijn belanglijstje stond om zo gelijk risico te nemen. Ja, en het keek natuurlijk weg, hè, jongens. Ook de opdrachten zelf op elkaar in. Dat ze in het busje zaten. De gesprekken tussendoor. Ja, heerlijk. Zeker. Zeker. Ik ook. Ik zelf ook. Lief dat je het vraagt, Arjan. Ja, oh, Tim, hoe was jouw aflevering? Huh? Nou, wat lief dat je het vraagt. Nee, maar ik had precies hetzelfde. Ik zat helemaal in shock te kijken. Ja, we begonnen dus in Mexico-stad bij Dia del Topo. Oftewel, Giovanni, De dag van de Dia mol? del. Ja! Daar zeg Ja, je de het dag goede. van de mol. De dag van de mol. De kandidaten werden één voor één in een soort volgorde, werden ze gebracht in het feest. En langzaam richting een hokje waar een waarzegster zat. Met een glazen bol met blauwe ogen erin. En die waarzegster die ging kaarten op tafel leggen en de kandidaten mochten een kaart uitkiezen. Nou, als de kandidaat een kaart had uitgekozen, dan moesten ze dat symbool gaan zoeken
die een van de gasten van het feest bij zich hadden. De gasten die vermomd waren, gesminkt. Als ze die hadden gevonden, het symbool, dan konden ze aan de gast vragen... Topito, Topito, Topito. Of zoals Fons natuurlijk deed, Topo, Topo. Nee. En daar kregen ze dan een stukje van Topito, moesten ze terugbrengen. En dan kregen ze uiteindelijk weer een nieuwe keuze tussen kaarten. En uiteindelijk konden ze daar een vrijstelling mee verdienen voor aflevering 1, 2 of 3. Is daar iets opgevallen, Arjan? Is er iets opgevallen? Ja, er zijn me meerdere dingen opgevallen. Er zijn heel veel dingen opgevallen, maar is me daar de mol opgevallen? Ik denk dat dat wel de belangrijkste vraag is, naar dat wat de luisteraars ook wel willen weten. Uiteindelijk is dat de vraag. Maar ik denk dat we de mol niet zien. Heel nuchter gezien, Rick gaat echt niet in zijn laatste seizoen het risico lopen dat wij als moloten frame voor frame uit gaan pluizen. En ieder beeld gaan stoppen, even pauzeren. En wat ik echt verwacht is, ze hebben lookalikes gepakt. Die lookalikes hebben ze gewoon een beetje make-up op gedaan. Die hebben ze daartussen laten lopen. En op iedereen is wel wat te vinden die een beetje wat langer misschien in het spel blijft. Waar ze wat meer op gefocust hebben met de edit. Maar voor iedereen was misschien wel een beetje een lookalike. Nou, die lopen daartussen. Je ziet heel snel, hey, dat kan wel eens Jeroen zijn. Hey, dat kan wel eens die zijn. Iedereen ziet wat. En ik denk dat we dat moeten loslaten. Uiteindelijk aflevering 10 zien we de beelden pas, hoe het altijd is. En ik denk dat je gewoon op je gevoel moet blijven afgaan. In plaats van dat je daar op blind staart. Maar dat is een mening hoe ik kijk. Hè. Voor de rest is iedereen vrij om te zoeken wat ze willen. Maar ik ben heel bang dat je in de verkeerde tunnel terechtkomt als je dat doet. Ja, ja. Ja, want er waren een paar foto's verschenen ook op social media. Volgens mij waren tot dusver nu ongeveer de 3 best belangrijke, zeg maar. Dat was een, ja, wat het lijkt, een man met een staart in zijn haar en een beetje gesminkt, die dan uiteindelijk voorbij loopt, voorbij de camera loopt en even gaat kijken op iemand zijn ring, zeg maar, waar een symbool op hing. Daarnaast hadden we er eentje met een waaier. Die vind ik het sterkst. Want die doet bijvoorbeeld ook het molteken. Het molteken, zeg maar. Een beetje achter in het scherm tijdens een bepaald shot. Ik weet niet precies meer waar in de aflevering. Klopt. Maar ja. En dan als derde hadden wij een... Wat was als derde? Een blauwe, volgens mij. Iets met blauw. Oh ja. Ook een wat langere man of vrouw. In een... Ja, in een blauw pak die bij elke kandidaat te zien was. Die vind ik wel een van de minste. Werd die gezien, hè? Als Fons werd die gezien, geloof ik. En die andere werd gezien als Anna Gimbrere. Klopt, en die andere weer als Hip. Ja. Maar wat ik mij dan nog steeds afvraag, als dat dan die zijn, zijn die figuren dan ook niet te zien als Hip in beeld komt? Of als Anna in beeld komt? Of als... Fons in beeld komt, want dan moet die figuur niet te zien zijn. Want de mol kan niet bij de mol lopen natuurlijk. Of de productie heeft het. Kijk, en dat vind ik dan enig iets waar je naar kan kijken, als dat je kijkt naar hetgene die op Fons lijkt. Wie loopt niet, maar ga maar uitzoeken. Ga maar uitzoeken tussen dat... Kan het zo ook niet zien. Je kan het zo ook niet zien. Ik kreeg ook een theorie binnen over de waarzegster. Dat de waarzegster... Ja. Justin Moyer zou moeten zijn, omdat die zichzelf helemaal ging opmaken en zo. En dan dat Justin Moyer de daadwerkelijke waarzegster zou zijn. In eerste instantie dacht ik, daar zit wel wat in. Er zit wel wat in, dacht ik. Want je ziet, ze heeft heel veel make-up op, je ziet het gewoon. En het had eventueel kunnen zijn. Maar toen ging ik verder kijken en toen... ging ik me even focussen op Justin. En Justin heeft een baard in dit seizoen. En ja, een baard kan je natuurlijk nooit zo makkelijk wegmoffelen met make-up, denk ik. Nee. Helaas was die theorie uiteindelijk toch niet meer leuk genoeg om te delen. Maar wat ik beter vind bij die waarzegster, Tim, is als je op had gelet, die waarzegster die zei tegen iedereen als jij terugkwam na die 10 minuten of binnen die 10 minuten met een topo,
zei ze, je bent de mol te snel af geweest, of jij bent de mol te snel af. Behalve tegen Rian. Mm-hmm. Behalve tegen Rian. Ze zegt het gewoon niet tegen Rian. Als zij de mol is, is het heel logisch. Want je hoeft niet tegen de mol te zeggen dat de mol te snel jou af is, of dat de mol jou te snel af is, als je zelf de mol bent. Dat vond ik een hele... Het viel me ineens op. Ik liet het aan mijn vriendin zien. En mijn vriendin zegt ook, ja, het wordt niet gezegd. Dus ik denk, ja, toch maar zoiets waar je misschien beter op kan letten, als dat je naar een mol loopt te zoeken daar op het plein, die je niet gaat vinden. Hmm. Dat was hetgeen wat jij mij want doorstuurde, zeker? Ja, dat was het stuk. Ik heb daar heel snel naar, ik heb daar niet heel lang naar kunnen en kijken. En waar ik dan heel erg aan denk, Tim, waar ik gelijk een gevoel bij krijg, bij de indeling van de mol, aftroeven en troeven, van Everon. Hmm. Everon noemde zichzelf ook niet op, omdat hij de mol was en hoefde zichzelf niet in te delen in de groepen. En eigenlijk wordt hier hetzelfde beetje bij gedaan bij Rian, alleen dan door die waarzegster, door wat ze zegt. Mm-hmm. En dat vind ik wel weer iets, ja, dat is wie is de mol eentje. En sluit weer precies mooi aan bij het blauwe oog natuurlijk, wat erachter staat, wat Rian blauwe oog heeft. We hebben de mol, we zijn klaar met de ProCast, bedankt voor het kijken en tot volgende week. Ja, ik denk ook tot volgende dag. En Arjan zit al in de tunnel, dus we hebben het al van elkaar. Rian is niet de mol. Rian is niet de mol. Ja, je moet hem aankomen. Nee, maar ik ga niks beloven deze keer. Ik zit nog niet in de tunnel. Dat laat ik nog even open. Nee. Als straks als ik op hier zit. Maar ik zit vind... nog niet in een hele tunnel. Hé, hey, Kim. Kim! Hey, de Kim die nu nog op de werk zit en echt net klaar is en er AirPod in heeft, om toch even bij jullie te zijn. Hoi, dat is lief. Ja, dat is lief. Kijk, even behind the scenes. Ik zit letterlijk nog aan kijken. Waar is het? Hier. Op mijn werk. Wow. Oh ja. Welkom in de horeca-mensheid. Leuk. Hé, hey, maar Kim, wat vond jij van de aflevering? Ik zit er snel bij, dus ik weet niet of je mij goed te horen bent. Jawel. Ik vond het heel vet. Ik heb natuurlijk bij Monta ook mogen kijken. Mm-hmm. Dus ik heb hem samen met Soy, Inge en... Jurre gekeken. Ze hadden we natuurlijk al van tevoren gezien, dus hun reacties waren ook echt geweldig. Maar ik vond het zo vet hoe hij begon de aflevering. Met dat ze de hand eigenlijk vast al gehouden hebben van de mol. Ik vond het zo geweldig. Ja, heel tof. Niet ja. Normaal. Ja. Ja. Heb je nog een prangende hint? De hint waarvan jij zegt, dit is de hint van aflevering 1. Nou, ik heb niet de hint. Maar wat ik vooral heel verdacht vond, is dat Rosario door niet zo heel veel in beeld was. Heel erg op de achtergrond was hij. En, kom ik toch weer even met een mol talk. Hij was er ook, maar hij was er en hij was ook meteen weer weg. Dus hij was heel snel, terwijl een Babs, een Rian, een... wie was er nog meer? Justin, die bleef heel lang hangen. Dus Sorry, die was heel graag weg. En ik vroeg ook, van, heb je nog wat anders te doen? Nee, ik wil gewoon heel snel naar huis. Dus hij was heel gespannen ook. En dat vond ik ook wel een beetje apart van hem. Oeh. Ja. Hij had zichzelf te bespreken of zo. Ja. Sorry? Net of hij bang was om zichzelf te bespreken of zo. Precies. Ja, dat gevoel kreeg ik wel bij hem. En dat had de rest totaal niet. Justin stond er super zelfverzekerd. Babs ook. Babs is er natuurlijk ook uit. Rian is het onzeker. Denk ik wel hoor. Ik denk wel dat het eruit is. En wie was er nou nog meer? Jip, die was er ook, maar die ging ook wel snel weg, maar die was ook wel gewoon zelfverzekerd. Mocht alles aan hun vragen ook. En bij Sordi had dat niet. Die ging meteen weg. Die was heel stresserig. Dus ik vond het gewoon heel raar van hem. Soepel. Misschien niet. Gaan wij opletten als wij ook naar Molto gaan? Misschien kan dat op twee manieren zijn natuurlijk. Ja. Of hij is de winnaar. Nee, maar ik ga wel met Kim mee dat Zog een beetje op de achtergrond is gehouden. Want ik had het er nog met Tom over. Ik had met Tom zitten bellen en daar zei ik ook tegen van... Ik vind Zog een beetje uit beeld voor gehouden en dat is meestal wel een teken van de mol. De mol wordt in de eerste paar afleveringen toch wel een beetje op de achtergrond gehouden. Maar ik heb niet echt een molgevoel bij hem. En
Maar dat kan ook komen natuurlijk, hè? Maar dan heb ik vanaf het begin af aan dat het seizoen al begon, had ik dat niet echt bij hem, omdat ik hem ook niet ken. En dat vind ik dus heel gevaarlijk, want dat had ik ook bij Jurgen. Ja, klopt. Klopt. Maar wat Ik Gio ben daar wel zei. waakzaam voor. Ja, maar wat Giovanni nou zei, dat was over dat jij zei twee opties. Ja, of hij heeft natuurlijk gewoon gewonnen en wil daar natuurlijk niks aan doen. Of hij zou de mol kunnen zijn. Ja. Ja. Ja, dat hij nog verder in het spel en dat hij wint natuurlijk, dat is ook nog een optie. En dat hij bang is dat hij zo bespreekt. Maar ja, dat had Arjan... Kees ook bij echt heel goede vaar. Ja. Klopt, ja. Hey, Arjan en Kim. Als wij 24 februari naar Moltalk gaan, zullen wij met z'n drieën een muurtje vormen om Soor heen. Jij gaat nergens heen. Jij gaat nergens heen. Als hij er is, hopelijk, hè. Als hij er is, want ze zijn er dus niet elke aflevering. Ik vroeg ook aan Babs van ben je er volgende week weer? En toen zei ze, dat weet ik niet zeker. Dus ze weten niet altijd of ze wel komen. Dus je moet echt geluk hebben met de mensen die komen. Oh, dan ben je wel echt, heb je geluk gehad deze keer dan? Ik heb echt geluk gehad. Ik heb ook mijn mobbeltje had ik natuurlijk mee. Dus ik heb al 4 of 5 handtekeningen heb ik nu. Dus, maar wie waren dat is leuk. Wie waren er niet, Kim? Dat vind ik ook wel belangrijk. Wie er wel waren, want dat weet ik wel, want van die heb ik de handtekeningen. Ik heb Rian, ik heb Jip, ik heb Babs, ik heb Justin en ik heb Soor. Dus ik heb de helft. Ik heb Kees niet, Anna niet, Fons niet, Tooske niet, en wie heb je nog meer? Jeroen. Want daar kan ook de mol tussen zitten, hè? Want die denkt, hey, ik kom toch nog wel aan de beurt. Het zou ook kunnen, zeg maar, Anna, die snap ik dat die er niet is, want gisteren was natuurlijk de verjaardag. Dus die had echt op zich wel een goede reden dat ze er niet kon zijn. Maar van die anderen, Kees, Jeroen, Tooske en Fons, weet je niet waarom ze er niet waren. Kees? Heb je Kees wel gezien, of niet? Nee. Kees, daar weet ik toevallig iets van. Ik zat RTL Boulevard te kijken en daar hadden ze het ook over. En op TikTok komt het ook voorbij. Dat Kees in de achtergrond van Moltalk wegloopt. Ja, klopt. Ja. Tijdens de Kees uitzending. Tijdens de uitzending loopt hij weg. Ja, maar hij was er niet. Hij zei zelf, in RTL Boulevard zei hij zelf dat hij drinken ging halen. Hij zei dat hij drinken ging halen. Maar ik geloof dat... Ik was in één keer hem absoluut niet gezien. Heb jij niet meegekregen dan, Kim, dat jullie het erover hadden bij Moltalk, dat de eerste afvaller Kees zou worden? Toen was jij daar. Lekker, hè? Eet smakelijk. Ja, ik eet precies een koekje. Ik heb een chocomel gekregen. Dus ik ben heel blij mee. Nee, maar heb je dat niet meegekregen dan, Kim? Nee. Want dan moet je eigenlijk mee hebben gekregen, want het was een stukje uit Moltalk. Toen heb jij daar moeten zitten, dat hun hadden voorspeld dat Kees afvallen zou. Dat voor de neus van Jurre zat ik. Dus dichterop kon ik niet zitten. Ja, maar ik heb gebeurt je heel veel. Ja, ik zag jou, ja. Ja. Nee, ik weet het niet meer. Heel erg eigenlijk. Ja, maar daar, op dat moment dat werd gezegd, liep Kees er achter rond. En dat ja, maar ik heb echt overal gekeken. Ja, tijdens de uitzending heb ik gewoon echt naar de uitzending gekeken. Omdat ik gewoon natuurlijk alles wou zien. Okay. Maar tijdens Moltalk was ik echt gewoon alleen maar gefocust op de kandidaten, zeg maar, die daar zaten. Ah. Zo dus ja, dan zouden die er misschien achter, want er waren ook eigenlijk net te veel mensen voor het publiek dan, zeg maar, plek was in de studio. Dus er zaten heel veel mensen ook echt gewoon nog in de foyer. Dus misschien dat hij daar tussen gezeten heeft. En ik heb hem niet gezien. Nee, klopt. Waar gaan we verder? Want Kim kwam er in één keer tussen, toch? Waar wil je verder gaan, Tim? Gio had het over dat Rosario. Oh, we hadden het over Rosario, dacht ik. Ja. Nou, bij die waarzegster waren we bij die blauwe oog, Rian, Rosario. Ja. En toen kwam Kim met nog een Rosario-aanvulling. Even nadenken. Wat nog meer heel verdacht is in die opdracht, is een montagefout. Oh ja, ja, die vind ik wel goed. Je hebt namelijk de volgorde, dan moet ik hem er even bij pakken, want onze lieve vriendin Fiorenza, die regelt dat allemaal.
Even kijken. We hebben hier namelijk de volgende volgorde waar we het nu over gaan hebben. Zodra Anna haar symbool heeft van de kaarten, zien we daarna Fons die aankomt lopen het feest, Jip en Kees. Daarna zien we Anna rennen en zoeken naar een symbool. Daarna krijgt Fons zijn kaart te zien, Jip haar kaart te zien, Kees zijn kaart te zien. Dan gaat Anna weer rennen en zien we uiteindelijk dat Anna haar tijd om is. Dan komt Anna binnen bij de waarzegster met slecht nieuws. Ik heb geen symbool gevonden. Dan krijg je een stukje dat Fons aan het zoeken is, een stukje dat Jip aan het zoeken is, een stukje dat Kees aan het zoeken is. Dan zie je Rosario die een kaart kiest en Justin die een kaart kiest. Dan zie je een klein stukje van Justin die aan het zoeken is. En dan zie je een stukje van Jeroen die een kaart kiest. En daarna zie je Rian die haar kaart kiest. Maar, voor de mensen die ook mijn video hebben gezien, Rian is al eerder in beeld te zien terwijl ze aan het zoeken is naar een symbool. Ze is namelijk al te zien in het stukje dat Anna aan het zoeken is en aan het rennen is om zo snel mogelijk een symbool te vinden. Maar dat kan helemaal niet als Rian pas daarna haar kaart te zien krijgt. Dat klopt dus niet, zeg maar. Kan niet anders dan dat de makers ons een handje helpen. Zou een hele goede kunnen zijn. Wat doet zij daar al op het plein? Wij hadden de mol al kunnen zien. Het is gewoon Rian. Nou, we zijn er over uit. We moeten denk ik echt stoppen met z'n allen. Nee, we gaan gewoon... De Rian-cast. Het kan gewoon een productiefoutje zijn. Kan echt. Mm-hmm. Ik zou het raar vinden, maar... nadat... zeg maar, ik zag... Toen ze toch dat plein opliepen, toen was Rian wel een van de eerste vijf die het plein achter opliep, zeg maar. Ja, dat vind ik ook wel goed wat je zegt. Ja. Want, maar de volgorde, eerst was Tooske, toen Anna, Fons, Kees en na Kees kwam Rian het plein oplopen. En daarna had je Babs, Jip, Rosario, Justin en Jeroen. Ja, en dat was ook weliswaar... Er al een stukje in beeld is geweest dat Rian in beeld is geweest. Dit verklaart misschien wel meer. Arjan, wat denk jij? Gaat de mol in deze opdracht als eerste? Ergens in het midden? Of als laatste? Ik denk altijd als eerste, maar het is aan de editors hoe ze het in beeld brengen. Wat ik denk, ja, dat is logisch, maar ik denk dat als het heel logisch klinkt, dat de mol als eerste gaat in deze opdracht. Want hij of zij moet natuurlijk ook smink op. Ja. Maar ik denk dat... Het ligt aan de editors natuurlijk hoe je de volgorde doet. Het kan misschien wel dat de mol als eerste is gegaan en dat Tooske helemaal als laatste is geweest. Maar Tooske de mooiste beeldmateriaal had hoe ze het plein op kon lopen. Dus we openen maar mooi met Tooske. Dus ja, dat valt mee te editen. Dus ik denk dat die volgorde niet veel zegt, maar als je de vraag zo stelt, de mol gaat altijd als eerste. Mm-hmm. Want hij moet zich geschminken, dan kan hij daar lekker blijven en dan kan de rest van de 9 kandidaten. En dat neem je gewoon apart op en doe je lekker editen. Dus in dat principe, ja, dat denk ik zeker. Maar zouden ze dan niet denken van, goh, Rian... Rian is de mol, we gaan Rian wat verspreiden. Dus Rian gaat ergens in het eerste stukje, een beetje in het midden en dan een beetje aan het einde. Ja, maar dat is apart beeldmateriaal. Dus dat kun je gewoon ertussen bouwen tussen kandidaten. Want je filmt van iedere kandidaat hun route. En daar knip jij een stukje uit en dat plak jij weer tussen de aflevering door. In principe kan je dat plakken waar je wilt, Tim. Jij bent zelf een editor. Ja, dat weet ik wel. Maar ik bedoel meer van, als je kandidaat als mol smink op moet hebben. Er moet iets opvallen. Ja, dan zeg wil je maar. Als eerste. Ja, er moet iets eerste anders zijn. Ja. Maar er moet iets anders zijn tussen de verschillende kandidaten, zeg maar. Waar wil je heen? Misschien dat Giovanni ons kan helpen. Hé, daar is Kim weer. Kom mee helpen. Giovanni, take the spot. Ik wil nog wel wat vertellen. Want na de tweede keer kijken bij de eerste opdracht wisten we natuurlijk ook de afleveringstitel. Mm-hmm. Ja. En was... ja.
En wat mij dan zeg maar opviel, dat iedereen bij de waarzegster gewoon met één vinger telkens de kaart aanwees. En op het moment van Jip, dat Jip haar kaart mocht aanwijzen, had ze haar hele hand op de kaart gelegd. Dat is onze naam. Ja, ja. Dus haar hele hand erop gelegd heeft, een handje geven. Ja, en mol Jip. Ja, ja, dat viel mij ook op. Dat... Welkom bij de mol Jip. Oh, heb je dat nog niet meegekregen, Tim? Welkom, nee. Dat ze binnen zegt. Ze zegt tegen iedereen, hallo. En tegen haar zegt ze, dag van de mol Jip. Ja. En zo staat het ook in beeld. Oh, mol, ja, Jip. Dat. Die, ja. Ja, die had Sim gedeeld, als het goed is. Ja, dat vond ik. Dat had ik ook opgeschreven in mijn molboekje. Maar toen ik een beetje ging kijken... De waarzegster zegt sowieso iedereen zijn naam. Maar ik denk dat de productie gewoon tegen haar heeft gezegd van... Als je maar ergens een keer hun naam noemt of zo. Nee, laat maar. Nee, laat maar. Laat maar. Hij is een beetje slaapkot. Kat, 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 kat. Ja, zo is dat. Typ. Woehoe. Slaapkot. Ja, een beetje. Maar ik snap wel waar jullie heen willen gaan. Ja. De mol Jip. Ja. Welkom op het feest van de mol Jip. En wat vindt Kim dan ervan? Die is ander gesprek aan het voeren. Oh, shit. Ik moet even reageren. Sorry, ik was even met een collega in gesprek. Sorry. Wat was er? Wat was er? Stelt een vraag. Kim stelt de vraag wel. Nou, waarom ik? Nee, de waarzegster zegt als enige bij Jip het volgende. Welkom bij het feest van de mol, Jip. Dus zeg maar, de naam van, die, van Jip wordt alleen daar genoemd, dat is... zeg maar. Ah, dat een hint is. Mm-hmm. Ja, het zou kunnen, maar ik denk niet dat Jip de mol is. Het is een te fanatieke kandidaat. Oh, wauw. Ja, is ook wel. Is ook misschien wel, ja. En ook, en dat zei ik ook in mijn video, zeg maar dat idee van opdracht 1, waarin dus iedereen op de eerste persoon stemde om zeg maar die vrijstellingen uit het spel te halen. Het leek het idee van Anna, maar het was het idee van Jip. Want ik heb nog even teruggekeken, maar het was echt Jip die tegen Tooske zei en niet Anna. Dus Anna is hier ook ervan doorgegaan met Jips plan. En als mol zou je hier niet dit plan willen gooien, want Jure zei ook, aflevering 1, je wil Nelo niet te veel aandacht op je, dan ook. En dat is exact wat Jip wel doet. Je doet echt alles wat een kandidaat zou doen en daarom denk ik dat zij niet de mol zou kunnen zijn. Je zou niet €6.000 in de eerste aflevering willen verdienen. Nee, helemaal niet. Merel Westrik die had maar €8.000 of zo, dus... Ja, is ook zo. Het is ook nee, een maar beetje ook, raar. Ook al zou je geld uit de pot kunnen spelen, als mol wil je €6.000 toch niet in aflevering 1 erin spelen. Dus ik ga hier helemaal mee met je. Helemaal niet op dag 1. Maar. Precies. Weten jullie wat er nog op de pet van Jip stond? Nee, ja. Daar heb ik niet op gelet. I don't work. I don't work here. Oftewel... Heeft zij de eerste twee opdrachten helemaal niks gedaan. Gewoon lekker zo gedaan. En gedacht, nou, nu pas begint het seizoen in opdracht 3. Want toen had ze de pet ineens niet meer op. Geweldig, niet. Ik heb daar gaan stoppen. De ship. Nee. De ship. Ja. Werkelijk waar. Ik ga jullie één ding vertellen over Jip. Het valt mij op. Groene nagellak. Die petjes. Elke keer andere. Dit is een kandidaat die mij laat denken aan dat pleistertje. Daar in Zuid-Afrika bijvoorbeeld, weet je wel. Waar allemaal dierenpleistertjes op stonden. En die had ze van tevoren gekocht. En dan ging ze... Ze wist van als ik die pleistertjes elke keer wissel... Dan gaan mijn loten daarover vallen. En die denken dat ik de mol ben. Het gebeurde ook. Mm-hmm. Dat is Jip. Die bereidt dit voor. En die zet elke keer een ander petje op. Die had de kleuren van Mexico een beetje. Zij weet dit. Goede nagellak. En dat zie je ook gelijk hoe ze aangaat bij die €6.000 uit de pot spelen, of in de pot te spelen. Zij is zeer slim. Zij wil de mol lijken, maar ze is het niet. Mm-hmm. Dat is mijn gevoel, hè, wat ik bij Jip krijg. En Tim, Everon en Jure, allebei een shirt hint.
En dan nou weer? Mm-hmm. Dat zou wel heel belangrijk zijn, hoor. Voordat we naar opdracht 2 gaan, heb ik eerst nog even iets belangrijks. Want er waren ook ballonnen gespot op het feest van de Mol. Ja, heel goed. Happy birthday ballonnen. Ja, vind ik een hele leuke. En wie is er jarig op de dag van de Mol? Op 6 januari. Anna Schimbrere? Anna. Ja. Anna is jarig op 6 januari. En aangezien Wie is de Mol aflevering 1 ook op 6 januari online kwam, met de dag van de Mol en die ballonnen in de achtergrond, zou dit op zich best wel een subtiele hint kunnen zijn. Naar heel Anna. Leuk. Ja, heel leuk gevonden. Hint. En wie had hem gevonden? Ik ben Mol Levi, geloof ik. Ja, Mol Levi, ja. Ja. Ja, ik vind hem echt heel leuk gevonden. Echt heel leuk. Ja. Maar dan gaan we nu snel door naar opdracht 2. Yes. Even La Vecchia nadoen, dat is leuk. Moet ik ook nog kijken trouwens. Maar goed, Gio, weet jij nog opdracht 2, hoe die een beetje in elkaar zat? Ze gingen speeddaten. Goeie. Ja. Om de vrijstellingen uit het spel te halen weer en door. Mm-hmm. Voor geld. Ja. Maar wat denken jullie? Ik vond deze opdracht een beetje moi, zeg maar. Ja, ik viel ook in slaap. Het was meer voor de kandidaten. Dit stukje viel ik even in slaap, ja. Ja, had ik ook. Mm-hmm. Maar, ja, ik en als denk we heel wel... Hadden... Oh, sorry. Als we heel eerlijk waren ook, Tim, mm-hmm. hadden we de uitkomst mm-hmm. ook al kunnen weten dat dit eruit kwam. Mm-hmm. Ik weet het. Dat alle prijsstellingen eruit gespeeld. Ja, heel logisch eigenlijk, want als iedereen op één iemand gaat stemmen, wat overigens Jip's theorie was en idee, om op één iemand te stemmen, iedereen, dan dat is ook wel een hele goede anti-mol-actie trouwens. Hele sterke, en ook richting Anna, hè? Want die ging daar vrolijk in mee. Je kan eerder kijken naar degene die hier een beetje nuchter op reageerde, en dat waren er wel een paar. Mm-hmm. Die reageerde echt, oh, wat een slim plan. Dat deed Rian bijvoorbeeld. Ja. Dat soort reacties zou de Mol eerder doen als meegaan, denk ik. Want ja, ik vind 6.000 euro behoorlijk wat geld wat je in de pot speelt, hoor. Ik blijf dat zeggen. Ja, zeker. Denken jullie trouwens dat een Mol in aflevering, of in opdracht 1 een vrijstelling zelf wel zou willen verdienen? Nee, denk ik niet. Nee, hè? Nee. Ja, ik ja. Wel. En waarom? Ja. Weet je waarom? Omdat hij daar vertrouwen kan winnen van de groep. Door die vrijstelling te pakken, dan lijk je een kandidaat. Dan heb je maar 1.000 euro in handen. Maar dan heb je de wetenschap dat je naar de rand of hem kan houden of eruit kan spelen. Dan probeer je hem te houden. Lukt dat dan niet? Ja, pech. Maar ik zou dat meer vinden om vertrouwen te winnen als dat Anna of Jip dadelijk blijkt de mol te zijn. En dat ze zo vertrouwen hebben proberen te winnen. Dat zou ik erger vinden. Dus dan heb ik liever dat de mol een vrijstelling pakt. En daarom denk ik, een handje helpen. Hadden we ook als titel. De mol helpt een handje door een vrijstelling te pakken. Misschien zou dat iets kunnen zijn. Mm-hmm. Ja, goeie. Maar, ja, ik denk eerder ja. Ja, ik sta er niet gek van te kijken dat de mol een vrijstelling te pakken heeft. Maar zo... Alhoewel ik... Ja, alhoewel ik echt nee denk. En waarom jullie nee dan? Nou ja, de mol wil gewoon niet in opdracht 1, in het begin van het seizoen, gelijk al zeg maar 1.000 euro in de pot gooien, terwijl hij of zij geen vrijstelling nodig heeft. Weet je wel? Ja. En de mol moet uiteindelijk in opdracht 1 er ook voor zorgen dat de andere deelnemers sowieso geen topito krijgen. Maar denk je dat de mol heeft ook voor kennis hoeveel vrijstellingen die heeft te pakken gekregen in aflevering opdracht 1, hè? Lijkt me logisch. Dus die weet dat. Is er dan niks door de makers afgesproken? Stel, jij krijgt 7 vrijstellingen te pakken, pak dan maar geen vrijstelling. Maar ze worden er meer dan 3 gepakt, 4, 5, 6 of zo, pak dan maar een vrijstelling. Want dan maakt het toch niet meer uit. De helft van de groep heeft al een vrijstelling. Dus sowieso gaan al die vrijstellingen het spel uitgespeeld worden. Als je wilt, hoe is dat de redenering denkt.
Maar hoe zou dat dan zijn? Ja, ja. Maar als het eerst is geweest, dan heeft hij of zij natuurlijk helemaal geen informatie wie nou wel een vrijstelling heeft en wie niet. Ja, ja, ja. Goeie. Ja. Goeie, Gio. Ja, dat vind ik ook goeie. Ja. Gio? Dan, ja. We got him, we got him. Ik heb ook nog wel een aanvulling, Tim. Oh, daar is Kim. Ik ben er weer. Ja, af en toe kan ik even reageren. Ik ga voor de stoplicht. Maar het is een te groot risico om nu al 1000 euro te pakken. Waarom zou je nu 1000 euro als mol pakken? Ja. Dat is een veel te groot risico. Dat zou je echt niet willen doen. Dus ja, dat was mijn toevoeging eigenlijk. Tenzij Daniel... Ja. Dus dan zitten we bij 4 kandidaten, potentiële molkandidaat ook. Ja, en dat zijn dan Fons, ja. Anna, Justin. Fons, Anna, Justin en Jip. Ja. En ik denk maar dat dan... Precies zitten, en dan precies zitten daar ook de 2 bij die dan er wel weer voor zorgen om 6000 euro in de pot te krijgen. Maar dat kan natuurlijk gewoon kandidaats overkomen, natuurlijk vertrouwen winnen. Als je met zo'n plan komt... En welke 2 zijn dat dan, Arjan? Anna en Jip. Maar dan moeten we dus kijken naar Fons of Justin. Yes, daar zat ik dus ook over na te denken. Maar die hebben geen, hebben die blauwe ogen? Volgen wat dit klopt wat jullie zeggen, hè? Kijk, maar ik blijf die... hangen dat de mol rust in deze opdracht 1000 euro kan pakken. Of die vrijstelling kan pakken. Ik denk dat er eerder met de productie is afgesproken, bij 3 vrijstellingen, pak maar geen vrijstelling. Maar boven de 3 vrijstellingen zijn gepakt worden, pak maar gewoon een vrijstelling, want het maakt toch niet meer uit. Maar zorg wel dat je probeer te sturen in die volgende opdracht, dat er geld niet in de pot komt. Nou, en dan zie je een paar een beetje raar doen. Maar de rest stuurt heel erg aan om gelijk te gaan op de eerste met wie ze op de tafel hebben gezeten. Heel slim natuurlijk, want dan weet je zeker dat alle vrijstellingen boven tafel komen. Dus dat is heel kandidaats, vind ik zelf. Want dat is 6000 euro, hè? Dat vind ik meer waard als dat de mol 1 vrijstelling pakt. Voor 1000 zeker euro. Waar, zeker waar. Maar dus, ja, dan blijft fonds en dingen over als jullie theorie klopt. Dat de mol in opdracht 1 geen vrijstelling heeft gepakt. Maar daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat het zo is om toch een vrijstelling te pakken. Aangezien we weten niet op welk moment de mol nou zijn ronde of haar ronde heeft gelopen. Ja. En daarna komen er nog 9 rondes misschien. En ja, dan moet je wel maar sneller zijn als mol zijnde om toch maar de medaille, die kaartje te zoeken. En als eerste daar te zijn. Mm-hmm. En dan, ja, stel, het was de mol niet gelukt, dan zat je uiteindelijk op 10.000. Als iedereen zijn vrijstelling had kunnen claimen. Dus dan, dan zou het een nog groter risico zijn, lijkt mij, om 10.000 euro in de pot te spelen. Als je voor een vrijstelling gaat. Mm-hmm. En ik ook. Lastig, hè? Dit stukje kan je meerdere kanten mee op. Ja, want wat denkt de mol zelf, weet je wel? Wat gaat de mol zelf doen? Ja, ik denk dat de mol zich wel gefaald voelt in opdracht 2. Want 6000 euro in een pot, dat was niet jouw hoop. Maar ik denk al wel dat hij was voorbereid. Want als jij 6 prijsstellingen in het spel hebt zitten, dan weet je dat het een heel moeilijk verhaal gaat worden om niet te zorgen dat die prijsstellingen niet eruit gaan. Dus ja, de mol had zich denk ik al wel een beetje kunnen voorbereiden dat er zoveel geld in de pot kwam. Ja. Maar ja, volgende aflevering zien we weer dat er mogelijkheid komt om het eruit te spelen. Dus ja. Ja. Ik ben er niet zo voorstander van dat. Dat de mol weet van oké, er wordt weer geld uit de pot gespeeld, maar het bestaat. Ja, klopt. Het eerlijke is gewoon zorgen dat de mol zo min mogelijk geld verdient. Maar tijdens Merel Westerink heeft dat al bewezen dat dat niet gebeurt. En Evron heeft het ook gedaan, jongens. Die heeft ook allemaal geld in de pot getrokken waar wij het ook allemaal niet mee eens waren. Mm-hmm, zeker waar, zeker waar. Maar dan valt Rian heel erg op. Ja, Rian en Kees. Rian doet zich een beetje... Rian doet zich een beetje... Opvallen, met de waarheid liegen van hem. Ja. Door te bekennen dat hij een vrijstelling had. Waarom doet hij dat? Maar dat deed Jeroen later ook. Ja. Klopt. Ja. Maar ja, waarom? Dat vraag ik me dan wel af op zo'n moment. Kijk, wat doet hij daar? Wat wilde hij daar bereiken met dat? Vind ik heel raar. Kees is toch wel slimmer. Dan dat hij weet dat hij dat niet zo had moeten doen.
Ja. Ja, maar zoals hij wou, dus omgekeerde psychologie gebruiken daarvoor. Mm-hmm. Ja, Arjan, ik heb een antwoord op jouw vraag. Hey, ja, want, Kim. Ja, jij vraagt waarom zou Kees dat doen? Kees kent al die trucjes, al die psychologische spelletjes. Mijn vader is natuurlijk ook politieagent. Die keek en die zei, ik had exact hetzelfde gedaan. Kees die speelt met mensen hun gedachten. Want je gaat natuurlijk nooit opbiechten dat je een vrijstelling hebt. Dat ga je natuurlijk nooit doen. Iedereen die wil natuurlijk zijn vrijstelling houden. Dus dat zijn psychologische spelletjes die je vanuit de politie meekrijgt. En vandaar, mijn vader herkende het meteen. Hij is hier getraind in om te fucken met iedereens hoofd. En daarom denk ik dus dat hij dat gewoon oprecht heeft gezegd. Van, maar, ik heb gewoon een vrijstelling. Kim, nog één vraag daarop dan. Denk je dat Kees dat dan zou doen als kandidaat of als mol? Ja. Geen idee. Ik denk dat Kees dat gewoon zou doen omdat hij Kees is. Maar ik weet niet of ik kan hem niet peilen. Ik weet niet of hij kandidaat of hij mol is. Ook hij vond ik niet heel erg veel in beeld in deze aflevering. Dus ik kan hem nog niet lekker peilen. Toch ook hem wel nog even op mijn verdachte lijstje. Want ik vertrouw hem gewoon niet eigenlijk. Ja, goed. Ja, klopt. Goed aangelopen. Oh, jongens. Helder. Maar we dwalen een beetje verder af. Want we moeten natuurlijk ook nog even naar opdracht 3. Ja, ik vond het niet echt afgedwaald. Ik vond dit wel aansluitend op die opdracht. Wat Kees daar deed natuurlijk. En ik vond Kees daar wel raar. Hoe je het went of keert, Kees deed daar raar. En dit is wel een goede uitleg hierop. De politieman die is daar natuurlijk voor getraind. Maar ja, doet hij dit nou, is de vraag. Doet hij dit als mol of als kandidaat? Ik denk als kandidaat. Want ja, hij lachte er een beetje bij. Ik vond, ook bij de bocht waar we dadelijk naartoe gaan. Daar vond ik hem ook opvallen. Daar was hij ook de groep aan het pesten. En dat zegt mij dat het kandidaat is wat hij doet. Mm-hmm. Dus sowieso toch, of je nou mol bent of kandidaat, als je een vrijstelling hebt, dan wil je die houden. Maar als mol zijn er natuurlijk, je wil geen 1.000 euro in de pot spelen als je een vrijstelling hebt. En als kandidaat, ja, je hebt toch wel iets qua zekerheid met een vrijstelling op zak. Mm-hmm. Maar als mol, wat ik daar probeer uiteindelijk te vragen, als mol zou je dat toch niet doen wat Kees doet? Nee, klopt. Klopt. Daar wou ik eigenlijk heen. Want dan kunnen we wel Kees eigenlijk doorstrepen. Want wat heeft Kees eraan op dat moment om met de waarheid te liegen? Als hij al weet dat eigenlijk alles al verloren is. Ik vind dat heel raar. Of hij weet het, van alle vrijstellingen gaan er toch uitgespeeld worden. Ik ga nu de onhandige kandidaat spelen. Niemand verdenkt mij hier meer. En ik gooi dit bommetje. Dan echt is hij echt doordacht. Dan echt, dan moeten we oppassen. Want dan krijgen we een hele lastige mol. Mm-hmm. Daar zat ik eigenlijk een beetje over na te denken. En Kim die vult hem dan weer goed aan tussen politie's onderzoek. Maar ja, dan nog stel ik de vraag, doet hij dit dan als mol of als kandidaat? Ik denk als kandidaat. Ja, daar gaat Nijkmijk mijn gevoel ook naar, omdat ik als mol dit onhandig vind. Ja. Of hij blijft. Ja, dat zou ook kunnen, ja. Dus voor alle Kees doen onhaast, want ik weet dat er zit behoorlijk wat op Kees. Mm-hmm. Jullie zitten niet verkeerd. Ik snap jullie gevoel allemaal. Ja, want bij mij roept hij nog steeds een twijfel op. Het is mijn droommol, maar hij is het niet. Dat blijft in mijn gevoel zo zitten. Ja, ja. Maar over Kees gesproken. In opdracht 3 had hij, zei hij in zijn biecht, geen leesbril bij zich. Even later, in de opdracht, zegt hij, toen deed ik toch maar wel mijn leesbril op. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja, heel verdacht. Eerst niet bij zich en dan toch wel ineens weer op zijn neus hebben zitten. Alleen zo verdacht in beeld gebracht dat ik mijn twijfels erbij krijg. Dat ik denk, wat bommetje ben jij daar aan het droppen, Kees, bij het bord. Ja, dat is ook wel weer zo. En wat ik verdachter vond, hè, als je dan toch even op dat stukje doorgaat. Kees noemde allerlei getallen op. Mm-hmm. Hij ratelde maar door, testte het even uit. Had een gemeen lachje. Na de rand zegt hij, ik ga zelf toch maar even checken. Loopt hij van die kisten weg. En Anna vond ik weer heel verdacht. Anna stond daar in de verte en die drong er weer op aan. Kees, welke nummers? Met andere woorden,
Kees, jij moet niet gaan checken, want er worden meer schilderijen gevonden. Snap je? Dus ja, ja. Anna, die wou dan, die vond dat Kees daar bij de bocht moest blijven, want dan kan de mol lekker die getalletjes verkeerd draaien. Om daar tijd mee te winnen. En goeie. Daar vind ik dan meer Anna weer verdacht. Want Tooske bleef een beetje op de achtergrond. Dus daar vind ik Anna verdacht. Maar. Zo, dat duurde even. Maar er waren ook een paar kandidaten die zaten natuurlijk, die moesten schilderen, toch? Ja, ja. Als zij aan het koord trokken, ging bij dat andere groepje het bord met de cijfers omhoog. Ja. Dus zij hadden uiteindelijk ook weer invloed op het tweede deel van de opdracht en het derde deel van de opdracht. Nee. Wat ik daarmee bedoel, jawel. Wat ik daarmee bedoel is, stel Jip, ja daar komen we, Jip, die trekt aan het koord, ja, dan gaat er bij die andere opdracht, gaat dat bord omhoog. Ja. Daardoor kunnen ze dan kijken. Wat nou als Jip gewoon de hele tijd zo doet? Ja, maar dan ga je er dus vanuit dat alleen Jip verbonden was met dat bord. Nee, allemaal, allemaal. Ja, en dan wordt het toch een probleem. Er zijn geen 5 mollen. Ja, maar weten zij... We gaan toch gewoon dat... doorschilderen? Dus trekken ook aan dat koortje. Ja, als ja, maar één mol, maar... dan wordt dat toch lastig. Klopt, maar als de mol in dat groepje zit en die zegt toevallig tegen een andere kandidaat van wel even extra checken of het goed is, dan gaat die kandidaat toch weer extra checken. En als Jip dan vervolgens een fout schilderij schildert, een ander soort gewaad tekent bij de vrouw, dan op het voorbeeldschilderij te zien was, want dat zagen we bij Babs en Rian, dat er een schilderij was die was nagetekend, was die van Jip. En daarnaast was een andere schilderij die zij moest naschilderen. En dat was helemaal verkeerd nageschilderd, zeg maar. Mm-hmm. Een andere kleur gewaad, zeg maar. Ik krijg hier wel een beetje, wie is de mol België gevoel bij? Bij die opdracht, ja, precies. Die vrachtwagen met Lennart, weet je nog? Ik weet niet of mensen de België natuurlijk kijken. Maar dat was een opdracht met de piano en een karaoke in een bus. Mm-hmm. En die piano die stond weer in verbinding dat die bus keihard rende. Dat vond ik zelf weer een hele goeie. Ja. Opviel zeg maar tijdens die opdracht. Dat was dat Justin wou vooral op de details ingaan. En dan minder op hoe de persoon er nou uitzag. Maar meer dus eromheen. Mm-hmm. Ja, dan hoef je het vaak aan het koord te trekken. Dus dan geef je ook nog minder tijd voor de andere kandidaten om slotjes te kunnen openen met getallen. Ja, en uiteindelijk had hij toch zijn schilderij was niet geraden, alleen die van Fons. En waarop Fons zei, dat vind ik dan weer een anti-mol actie eigenlijk van Fons. Van, ja, maar het moet wel ergens op lijken. Dat is wat Fons zei tegen Justin. Ja. Maar wat ik heel erg verdacht aan dat stukje vind is, als de mol daarbij zit, kan de mol gewoon een schilderij verkeerd tekenen. Maakt niet uit hoe die het schildert. Beetje lelijk. En dan is toch dat schilderij al sowieso niet goed. En als je dan nog een beetje verwarring zaait met dit, nou, dan klaar. Ja. Ja. Maar dan blijft er nog altijd die optie open die dan Rian en Babs hebben, waar de mol geen invloed op heeft. En de mol heeft geen invloed op over kistjes worden gevonden. Dat vind ik nogal veel uit handen geven hoor, Tim. Met het risico dat er nog zoveel geld kan verdiend worden. Weet daarom ik. Vind ik altijd de sleutelpositie degene die op het laatst van een opdracht staat. Want waarom? Ja. Rian en Bob staan daar. Rian gaat er gewoon totaal niet op in. Wil gelijk naar boven. Deelt zich gelijk in de groep van de opzieners in. Of van de beoordelaars. Wil gelijk naar die groep. Stuurt daarop aan. En naar de rand stuurt ze er ook op aan dat ze naar boven wil. Dat vind ik verdachte. Ja. Ja, ik maar snap zich wel. Uiteindelijk is dat wel de eindpositie waar geld kon verdiend worden. Als ze gewoon die koffers hadden gekozen, hadden ze gewoon makkelijk geld verdiend. Met een heel makkelijk sommetje. Hadden ze alle schilderij gehad, hadden ze makkelijker een keuze gehad. Want de detailtjes stonden er best wel opgeschilderd. Daar kon je eigenlijk niet echt omheen. Dan denk ik weer, het kan in
aan het einde juist ook best wel een goede molactie zijn om al die schilderijen op te kopen. Want dan gaat er ook weer geld uit de pot. Dan kan je daarna nog verwarring zaaien door de combinaties verkeerd te maken, zeg maar. Als mol zijnde. Maakt niet uit waar je staat. Dan kan je gewoon verwarring zaaien door het andere schilderij te pakken dan die er niet is. En dan heb je uiteindelijk hetzelfde. Heb je uiteindelijk een beter resultaat dan wat er nu is gebeurd. Daar geef ik jou zeker gelijk in. Maar dan val je als mol natuurlijk wel heel erg op. Nu is zij ook voorkomen om heel veel geld in de pot te spelen. Door natuurlijk misschien heel slinks, geen detailjes te noemen. Ze wist toch al dat de schilderijen niet goed waren. We hebben er niks bij gekocht, dus ik kan gewoon lekker een paar dingen opnoemen. Dan laat ik ook nog even een foutje gaan met dat armpje van die A. Dat vond ik heel opvallend. En naar de rand dan sturen we weer aan dat armpje wel weer klopt. Dat vond ik zo eventjes een streekje uitdoen. Ja, okay. En gewoon hoe ik haar een beetje kan. Rian zou altijd een weerwoordje hebben. En nu stuurde ze zo makkelijk op aan. En ze werd in één keer een beetje fel bij die indeling. Dat is wel sturen van wat de mol doet, hè. Van ik wil naar boven en ik ga daar naartoe. En ik stuur daar naartoe. Ik vind dat belangrijker als iets zoeken. De mol wil uiteindelijk op de goede positie terechtkomen. Ja, maar hoeveel schilderijen waren er uiteindelijk gevonden? 12? 1. Ja, 12 gevonden en 1 was uiteindelijk goed. Ja. Ja, 1 was uiteindelijk goed. 12 schilderijen van de 25. Van de 25, ja. Ja. Dus dan heb je nog 13. Dan heb je nog 13 schilderijen over voor 100 euro per stuk. Dan zouden ze dus 1300 euro kwijt zijn. Ja, ze komen in de wetenschap. Vond jij die opdracht moeilijk qua Kees en Anna en Toos stonden eigenlijk niet? Als één iemand daar aan de bord bleef staan. Ja, maar nu komt het. Op dat bord stonden natuurlijk van elk kistje, elk ding dwars door elkaar heen, hè? Ja, maar dan was je toch gewoon bovenaan begonnen. Beginnen en je gaat er gewoon naar beneden en je gaat al die getalletjes na. Je scrolt gewoon met z'n allen. Gewoon scrollen. Dan had ik er toch wel meer schilderijen als 12 naar boven kunnen halen. En daar geeft mij ook een gevoel dat de mol daar ook wel eens op kunnen zitten. Ja, maar dat is dan Kees. Ja, dan kom ik weer uit bij Kees, want die heeft wel echt lopen vertragen. Maar dan, als je dat groepje ziet en je denkt heel makkelijk, je denkt gewoon even heel makkelijk. Kees is het niet. Tooske. Verwacht ik niet, persoonlijk. Dan blijft alleen Anna over. Ja, logisch gezien wel. En zoals Dinant hier zegt, 13 schilderijen is M. Mol heeft gemold. Ja, dus de 13 schilderijen niet gepakt, want de mol pakt dat schilderij niet. En dan kan je wel Anna zien natuurlijk. Ja, dat zou kunnen. Leuk. Nee, maar verder heb ik niks over die opdracht meer, hoor. Bij de rest had ik niks, volgens mij ook iets opgevallen. Nee. Dan alleen maar de indelingen van de groepen dat mij gewoon Rian opviel. En dat ze heel makkelijk daar boven te stuurden. En dat ze het daar eigenlijk gewoon verneukten. Dat vind ik wel een hele goede. Als je schildert, zorg je ervoor... Dit is wat Dinant zegt. Als je schildert, zorg je ervoor dat degene met de kisten schilderijen vrij kunnen spelen voor de laatste groep. Als je je eigen schilderij verkloot en met de codes gaat kloten, kun je bij elke groep mollen. Ja, ook logisch. Dat was ook een beetje mijn wat ik dacht met Jip, zeg maar. Ja, Jip die maakt de eigen schilderij een beetje... en dan gaat ze vervolgens een beetje lopen trekken aan dat QR code. Ja. Maar ja, Anna valt hier wel echt op. Ik denk dat Anna zo'n Charlotte persoon is. Ik denk dat dat de ideale bultmol is voor Wie is de Mol. Zoals Charlotte was met het seizoen van René. Mm-hmm. Ik krijg een beetje gevoel van haar. Ik denk niet dat ze de mol is, maar dat ze graag de mol wil zijn en dat wil laten komen naar andere kandidaten. Ja. Oh, lastig weer. Ja, dit is echt een... We gaan dit seizoen nog moeilijk krijgen. Ja, maar... Voordat wij het nog moeilijk gaan krijgen in het seizoen, Arjan, wie is jouw hoofdverdachte? Ja, eigenlijk niet zo heel moeilijk. Ik blijf bij mijn voorgevoel, mol. En dat heeft me in deze aflevering uiteindelijk alleen nog maar bevestigd. Ze stond op de ideale posities. En het blijft Rian. Ik heb een gevoel bij haar dat ze het is. Het sluit aan bij de blauwe ogen.
dat slaat op Rian. Wat kan. Mm-hmm. Dan de indeling dat ze aanstuurt bij die groepen. Montagefoutje wat jij daar weer bij hebt gevonden. Mm-hmm. Dan nog even kijken, mis ik nog even iets op Rian. Oh ja, dat de waarzegster haar dan niet indeelt en zegt van oké, je bent de mol te snel af of de mol is jou te snel af. Dat vind ik een hele sterke. Want waarom zeg je dat niet tegen Rian? Is Rian hier dan de mol? Met andere woorden, de mol kan je niet te snel af zijn als je het zelf bent. Dus dat vind ik een hele sterke. Ja, die vind ik ook wel sterk. Eigenlijk is Rian een beetje bij mij gestegen. Dus ik wil een beetje uit de tunnel blijven. En dat blijf ik ook nog wel, want ik heb nog twee andere opties. En dat is toch Tooske is erbij gekomen. Ongeacht dat ze zoveel in beeld is gekomen, hebben we elkaar toch in de gaten. Ja, en toch stiekem Anna. Omdat, maar ik denk niet dat ze het is. Ik ga met Giovanni mee. En ik denk, ze maken haar een beetje verdacht nu. Ze helpen haar omhoog. En ik krijg ook die vibes van Charlotte. Ja, dat ze het net niet is. Of een Leonie. Dat. Ja. Nee, goeie. En jij dan, Gio? Ja, ik vind het lastig. Maar ik denk dat ik ook bij mijn voorgevoel mol blij. Bij Jip. Jip. Ja, ik weet niet. Ja, ik had meer van haar verwacht. Sowieso als tekenaar. Natuurlijk bij het schilderen. Mm-hmm. Ja. Ik had meer verwacht van haar daar. En ja, daarnaast, ja, Justin kan ik niet peilen. En ja, Rian ook. Rian komt ook bij mij steeds meer omhoog. Mm-hmm. Ja, maar als ik moet, ga ik nu voor Jip. Voor Jip, ja. Ja. Jip. En daar is Kim weer. Dat kan ik gelijk. Ja, ik wou net zeggen. Ik ben op het juiste moment binnengekomen. Ik kom echt net binnen thuis. Kim. Wie is jouw hoofdverdachte? Mag ik er 3 zeggen? Ja, mag. Dat heb ik ook gedaan. Ja, een beetje spreiden natuurlijk nu nog. Maar van 3 staat op 1 toch echt wel Anna. Ze doet gewoon te veel. Ze zit op te veel plekken waar je echt goed kan mollen. En ze heeft gewoon niet zo heel veel geld binnengebracht. Maar werd wel boos op Babs en Rian dat zij niet die schilderijen bij hadden gekocht. Terwijl ze zelf, als ze de opdracht zelf even wat beter had gedaan, veel meer geld had verdiend. Dus dat vond ik wel heel erg verdacht. En dan op 2 Rosario, omdat hij dus niet heel veel in beeld is gebracht. En hij is gewoon verdacht en ook hoe je weer Wolfgang was. Ja. En op 3 Kees. Ja, ideale mol zoals Arjan al zei. Hij moet het. Als hij het is, dan is het echt het vetste mol ooit, denk ik. Dat denk ik ook. Ja, ja, daar ga ik helemaal mee. Is het ook in. Wel. Is het wel. Zeker waar. Nou, dat was hem. Belangrijkste vraag. Tim, jij? Ikke. Ja, uit de tunnel gevallen. Nou, ik ga nu wat zeggen, jongens. Ik ga namelijk op Rosario. Nee. Rosario wil ik juist een beetje afstrepen. Maar ik zet op nummer 1 Anna. Op nummer 2 Rian. En op nummer 3 Jip. Mooi lijstje. Mooi lijstje, dus ik vind dat we allemaal mooie lijstjes. Ja, eigenlijk hoor ik dus de namen Jip, Kees, Anna, Rian, Justin. Ja. En de andere 5, durven we er al iets mee om iemand weg te strepen? Rosario. Nee. Ja, Rosario misschien. Wow. Ik vind Jeroen. Ik hoor niemand over Jeroen. Jeroen komt. Nee, maar Jeroen komt ook heel betrouwbaar over in het spel. Ik denk dat we hem niet moeten onderschatten. Nee, oké, maar hij komt zo betrouwbaar over. Ja, ik weet niet. Ik zag hem ook nauwelijks in de aflevering, om eerlijk te zijn. Fons? Nee. Weet niet. Je hem af te strepen? Ja, ik durf hem niet af te strepen. Ik denk dat hij gewoon hè? Echt. En van maar Rosario durf ik wel enigszins af te strepen. Ja, jij wel, hè? Jij bent overtuigd, hè? Maar ik ben Rosario toch wel een beetje... Door Kim ben ik wel even gaan twijfelen nu, hoor. Dat hij zo snel wegloopt en dat hij dit zo doet. Nee, Rosario is het niet. Snap Kim wel, want ik kan het ja, ik snap...
Ik snap Kim ook, maar Rosario is gewoon te... hij kan niet liegen. Dat heeft hij goed laten zien in de tweede opdracht, bij dat speeddaten. Ik heb hem niet. Dat is echt precies zo'n shotje dat hij precies zegt dat hij hem niet heeft en zo. En dat komt 0,0 geloofwaardig over. Dat is gewoon mijn gevoel. Mijn gevoel zegt gewoon, nee. Toen ik dat zag, zei hij, nee. Punt. Nee. Hoi. Was vorig jaar misschien ook niet zo heel goed, maar... Dit jaar, nee. Bedankt voor het kijken naar de eerste aflevering van Procast weer. Ja, volg vooal Arjan even op. Mollejagers op Instagram. Giovanni, ja, die kan je ook volgen als je het wil. Het hoeft niet. Ik wil jullie ook weer bedanken, Arjan en Gio. En dan zeg ik tot volgende week. Laters. Houdoe. Joujou. Hé, hey, we hebben een nieuwe. We hebben Juju. Die ken ik nog niet. Juju. Nee? Nee, die hebben we nog niet gehoord, toch, toch Arjan? Nee, die hadden we nog niet gehoord. We hadden echt alleen maar houdoe van Arjan. En dan doei van Kim. En dan...